Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie weer vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand december. Ik bespreek weer even de boeken die ik heb gelezen en ik vertel natuurlijk uiteraard wat ik ervan vond en of ik hem zou kunnen aanraden. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van december, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Marathons en Mokkataart, geschreven door Suzanne Musquet. Deze komt uit de Liefde, een natuurlijk lijn, of boekenreeks moet ik zeggen. En dit boek gaat over Abigail. Abigail is in dit boek heel erg druk bezig met de verbouwing van de sportscholen van haar vader. Alles loopt eigenlijk best wel op rolletjes tot ze er opeens alleen voor komt te staan. Want ze komt uit een sportfamilie. Haar vader gaat ineens een marathon lopen en haar broer die heeft ook een marathon staan. En ze zijn tegelijkertijd weg, waardoor Abigail helemaal alleen voor die verbouwing komt te staan. Alleen de mannen hebben er het volste vertrouwen in dat Abigail dit prima in haar eentje kan redden, maar zelf is ze daar alleen niet zo heel erg zeker van. Ze is eigenlijk best wel gestrest, maar ze durft haar vriendinnen daar ook niet over te vertellen, want ze wil eigenlijk alles het liefst gewoon alleen oplossen. Ze moet ook steeds vaker aan haar moeder denken. Haar moeder is vertrokken toen zij nog heel erg klein was en ze heeft er eigenlijk best wel veel vragen over, maar ze heeft er eigenlijk met haar vader ook nooit zo over gesproken. Want het is inmiddels al 15 jaar geleden. In café de Rolling Stones ontmoet Abigail Robin. En daar lucht ze eigenlijk haar hart bij. Ze kent dit meisje helemaal niet, maar ze voelt eigenlijk direct een klik. En eigenlijk met Robin in de buurt doet ze hele bijzondere ontdekkingen over zowel zichzelf als over haar familie. Brengt ze ook niet op de hoogte dat het op een gegeven moment met de verbouwing even niet zo vlekkeloos loopt. Alleen het heeft de bouwvakker heeft dit wel gedaan, want die hebben gevraagd om updates. En omdat ze wisten dat Abigail het niet zouden geven. Daar is ze best wel gestrest over. Ze heeft een aantal vriendinnen in het buitenland zitten op dat moment. Dus het is ook niet zo makkelijk om met hun af te spreken. Abigail wordt ook verliefd in dit boek en dat vindt ze op zich wel hartstikke leuk, maar ze heeft er ook wel moeite mee, want het zijn gevoelens die ze eigenlijk niet kent. En op een gegeven moment komt ze toch ook haar moeder tegen en omdat ze met zoveel vragen zit, is deze ontmoeting ook wel heel erg gek voor haar. Ik ga verder niet vertellen op wie ze verliefd wordt of hoe de ontmoeting met haar moeder verder verloopt. Zou de verbouwing van de sportscholen helemaal goed komen met haar, met Abigail die er alleen voor staat? Dat ga ik allemaal niet vertellen, want ik vind dat je dat echt zelf moet ontdekken, mocht je geïnteresseerd zijn in dit boek. Ik heb in ieder geval heel erg genoten van dit boek, want ik vond deze boekenreeks gewoon in het geheel hartstikke leuk om te lezen. Het volgende boek is ook van Suzanne Musquet en die komt uit diezelfde reeks. En dit boek heet Siervuurwerk en Sneeuwvlokken. Dit boek gaat over Sophie. Sophie die heeft een tijdje in een van de eerdere boeken haar stage afgerond in New York. En ze is eigenlijk vastbesloten om daar weer terug te komen. Want ze wil eigenlijk de nieuwe Eva Jinek worden, maar dan in New York. Eva Jinek kwam van New York naar Nederland en zij wil het juist andersom doen. Ze komt eigenlijk best wel voor een grote uitdaging te staan, want ze moet zich zo snel mogelijk settelen. Ze heeft ook heel erg mazzel gehad, want ze is door een green card uitgekozen, waardoor ze dus toch naar New York kon. Maar ze moet daar dus ook een baan vinden, want ze heeft eigenlijk helemaal geen plan. Dus haar eerste prioriteit is een baan en een huis vinden. Uiteindelijk vindt ze een heel klein mini-appartementje en ook wel een baan. Ze kan in eerste instantie ook nog wel even vooruit met haar spaargeld. Maar ja, goed, het is natuurlijk eigenlijk ook best wel zonde om dat aan te breken. Ze heeft ook al best wel ervaring voordat ze deze baan vond. Heeft ze ook al best wel veel ervaring opgedaan tijdens haar stage. Maar eigenlijk wordt ze overal nog een beetje afgewezen tot deze baan dus om de hoek komt kijken. Het is niet meteen haar droombaan, maar ze is eigenlijk al blij met een baan die ze kan accepteren.
Maar dat wordt allemaal best wel ingewikkeld, want daar komt ze Liam tegen. En daar heeft ze een tijdje wat mee gehad toen ze stage liep in New York. Maar zij is toen teruggegaan naar Nederland. En toen ze eigenlijk net weer in New York was, heeft ze hem een berichtje gestuurd van hey, ik ben weer terug. En Liam laat eigenlijk weten dat hij niet zo geïnteresseerd meer is, omdat hij niet had verwacht dat ze zo snel weer terug zou zijn. Alleen dan blijkt dat Liam ook voor hetzelfde bedrijf komt te werken als waar zij werkt. En ze moeten hier dus samen mee omgaan. Het gaat niet altijd even gemakkelijk. Ze kan gelukkig haar hart regelmatig uitstorten bij haar buurvrouw die ze inmiddels heeft, waar ze best wel goed mee overweg kan. Ze spreekt haar vriendinnen en familie natuurlijk nog wel, maar er zit best wel een groot tijdverschil tussen. Dus ze mist dat ook best wel. Helaas moet ze op een gegeven moment ook terug door familieomstandigheden naar Nederland. En ze twijfelt in eerste instantie nog wel of ze weer terug zou gaan. Ze maakt toch de keuze om terug te gaan naar New York. En daar moet ze toch echt gaan dealen met Liam, waar ze stiekem toch nog wel wat voor voelt. Of ze weer bij elkaar komen en of dat allemaal vlekkeloos verloopt, dat ga ik niet verklappen. Dat zou je echt zelf moeten lezen. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, maar ook dit boek vond ik zeker een aanrader. En zoals ik al zei, ik heb gewoon van de hele reeks genoten. Dus ook dit boek vond ik hartstikke leuk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Ik zal van je houden, geschreven door E.L. Todd en komt uit de Voor Eeuwige reeks. En dit is boek 17 alweer. Heat wordt in dit boek eigenlijk tot het uiterste gedreven, want Roland weigert nog steeds om zijn familie te vertellen over hun relatie. Hij is dus eigenlijk nog steeds niet uit de kast gekomen. Heath is ook best wel verward, want hij is inmiddels zijn ex tegengekomen, Ander, en die is hem ineens wel bereid om te geven wat hij wil. Maar ook Ander heeft nooit verteld aan zijn familie dat hij dus eigenlijk op mannen valt. En daardoor is hun relatie toen ten einde gekomen. Hij denkt echt dat er geen toekomst meer is voor Roland en hem samen. En hij is echt van plan om het op te geven voordat hij nog meer gekwetst wordt. Sky is gewond geraakt en kan daardoor haar taken als getuige bij het huwelijk van Trinity en Slade niet vervullen. Slade neemt daarom de taken over en ja, dat wordt weer een gebeurtenis die de kliek nooit zal vergeten, want Slade die gaat altijd tot het uiterste en dat is gewoon echt heel erg lachwekkend. Conrad die is nog steeds zijn tijd aan het doorbrengen met Lexi, maar hoe vaker hij bij haar is, hoe meer hij haar ook eigenlijk wel wil. In plaats van dat hij weggaat nadat ze een leuke avond hebben gehad, wil hij ook gewoon bij haar blijven. En wanneer hij niet bij haar is, denkt hij ook steeds aan haar. En hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij met die gevoelens aan moet, aangezien ze beide hebben toegegeven dat ze niet openstaan voor een relatie en alleen gewoon als vrienden plezier willen hebben. Nou, ook uiteraard ga ik nu niet vertellen hoe het afloopt tussen Heath en Roland. En ook niet wat er gebeurd is met Sky, want dat zijn dingen die je zelf moet ontdekken. Ik vond het wel een hele spannende gebeurtenis wat er is gebeurd met Sky. Ik heb daar ook echt wel eventjes schrik van gekregen om dat te lezen. Maar ik vond het ook weer een heel mooi boek en ik kijk heel erg uit naar het volgende deel in ieder geval. Het volgende boek wat ik heb gelezen is van Stephanie van Mol en dit is het boek Alles of Niets. Het boek gaat over Laura de Vries. Die heeft eigenlijk geld nodig en niet zo'n heel klein beetje ook, maar best wel veel geld. Ze krijgt een geweldige kans, want ze kan aan de slag als persverantwoordelijke voor topsporter Noah Winters. Er is een bonus verbonden als zij niks begint met Noah. En dan krijgen ze er nog een hele klap geld bovenop. Ze mag dus eigenlijk niet verliefd worden op Noah. En ze denkt, hoe moeilijk kan dit zijn? Want ze heeft hem ontmoet en ze vindt het eigenlijk gewoon een hele onbeschofte man. Ze vindt hem niet aardig, ze vindt hem nors. Noah is niet alleen een succesvolle Formule 1 piloot, maar eigenlijk ook een wildebras en hij heeft ook een reputatie als vrouwenversierder.
Maar ze vindt hem ondertussen ook wel heel erg sexy. En alsof één knappe man met een veel te groot ego al niet voldoende was, blijkt hij ook nog eens een tweelingbroer te hebben. Noah die wil zich alleen maar focussen op het Formule 1 seizoen en hij heeft geen zin in PR-gedoe. En hij heeft al helemaal geen oppas nodig die in de vorm van die jonge dame die de carrière wil maken op zijn naam. Zo voelt hij dat, want zijn vaste assistente die gaat met zwangerschapsverlof en het voelt alsof Laura voor hem een oppas is. Maar Laura blijkt best wel een pittig en bij de hand de dame te zijn en die zet toch de wereld van Noah op zijn kop. Maar ook Finn, de tweelingbroer van Noah, krijgt haar in de gaten en hij ziet zijn kans schoon om een jarenlange feet tussen hun tweeën uit te vechten. Wie van de twee broers de wedstrijd wint, krijgt alles, de eer, de glorie en Laura. Dat is een weddenschap die ze hebben gemaakt en Laura weet hier natuurlijk niets van af. Maar nu is natuurlijk de grote vraag, worden ze uiteindelijk verliefd en gaat Laura er toch met een van de twee broers vandoor? Dat ga ik je niet verklappen. Ik vond het best wel een heel leuk boek. Ik heb er meer van genoten dan ik dacht. Ondanks dat ik niet zo fan ben van sporten en zo, las het best wel makkelijk weg. En ik vind de boeken van Stephanie van Mol heel erg leuk, dus ik heb er wel weer van genoten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Vraag het aan Veerle. En deze is geschreven door René Olsthoorn. Dit is een sportschoolserie en dit is deel 1. Dit boek gaat over de 23-jarige Veerle en zij bezoekt eigenlijk al jaren trouw de sportschool. En als er een vacature vrijkomt, solliciteert ze hier direct op, want ze kan helaas geen baan vinden in psychologie waar ze afgestudeerd in is. Ze wordt aangenomen als baliemedewerkster en ook als Zumba-instructrice. Ze vindt het eigenlijk wel fijn, want ze kan sporten en geld verdienen tegelijkertijd. Ze heeft eigenlijk best wel een zonnig en empathisch karakter en Veerle wordt al snel een vertrouwenspersoon voor ook haar sportschoolvriendinnen en ook wel de sportschoolbezoekers. Alleen haar eigen leven heeft ze niet heel erg op orde. In het begin van dit boek heeft ze nog een relatie en deze relatie loopt eigenlijk niet zo lekker meer, want haar vriend is werkloos en doet niks anders dan op de bank hangen, een beetje jammen met zijn vrienden en veel bier drinken. Tot Veerle dat op een gegeven moment gewoon zo zat is dat ze hem het huis uitschopt. Deze jongen die blijft wel elke keer contact met haar zoeken en probeert allerlei manieren te vinden om haar huis weer binnen te komen. Ze moet hem zelfs een aantal keer laten verwijderen, want ze wordt gewoon helemaal gek van deze gast. Haar ouders die zijn ook niet een van de makkelijkste. Haar moeder accepteert haar nieuwe banen gewoon, maar haar vader is daar totaal niet mee eens dat zij een baan als in een sportschool heeft, terwijl ze zo'n goede studie heeft gedaan. Dat vindt hij maar helemaal niks. En dat mondt regelmatig ook uit in ruzies. Totdat ze in een sportschool een man tegenkomt waar ze heel erg knikkende knieën en vlinders van krijgt. Alleen deze man die draagt ook best wel veel verdriet met zich mee. En ze probeert er in het boek achter te komen wat er met hem is. En ze wil kijken of er dan toch een toekomst voor hen samen is. Ik ga je dus niet vertellen of ze uiteindelijk bij elkaar komen. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit boek, is dat echt iets wat je zelf moet gaan ondervinden. Maar ik heb heel erg genoten van dit boek en ben ook wel heel erg benieuwd naar het tweede deel. Het laatste boek wat ik heb gelezen is geschreven door Kendall Ryan en het boek heet Gestrikt. En dit is deel 1 van deze serie. Dit boek gaat over Noah en Olivia en hun vaders hebben samen een bedrijf en de vader van Noah is inmiddels overleden en de vader van Olivia die heeft helaas ook niet heel lang meer te leven. Nu hebben hun een contract opgesteld waardoor Noah en Olivia samen het bedrijf zouden kunnen leiden, alleen er zit een voorwaarde aan verbonden. Ze moeten namelijk met elkaar trouwen, dus eigenlijk is het een verstandshuwelijk. Noah die heeft eigenlijk ze hebben maar een paar maanden de tijd om te beslissen of ze met elkaar willen trouwen.
En er is al een appartement voor hun aangekocht. En Olivia wil eigenlijk niks van Noah weten. Ondanks dat ze elkaar wel kennen vanaf hun eerste... Vanaf eigenlijk dat ze klein waren en altijd best wel goed met elkaar konden opschieten. Sinds ze ouder zijn hebben ze niet meer zo met elkaar gemeen. Omdat Noah ook best wel een vrouwenverslindster is. Uiteindelijk stemt Olivia in met het huwelijk. Ze gaan eerst een poosje samenwonen om te kijken of ze er als vrienden ook een beetje uit kunnen komen. En dat gaat op zich wel. Alleen Olivia heeft niet de kleine lettertjes gelezen in het huwelijkscontract. Want in het huwelijkscontract staat dat als ze eenmaal getrouwd zijn, ze binnen 3 maanden ook nog eens een erfgenaam moeten krijgen. Noah durft dit ook absoluut niet tegen Olivia te vertellen en dan breekt de dag aan van het trouwen. En Olivia verschijnt niet, ze heeft zich in eerste instantie wel klaargemaakt, maar ze verschijnt niet voor het altaar. En Noah is dan op dat moment bang dat ze de kleine lettertjes heeft gelezen in het huwelijkscontract en er vandoor is gegaan. Niks blijkt minder waar, want zij heeft last van een stalker, een ex-vriend. En die probeert haar te chanteren, want die wil hun bedrijf overkopen. Daardoor verschijnt ze dus niet op het huwelijk. Alleen nu weet ze nog steeds niet van de kleine lettertjes in dit contract. De grote vraag is dus, durft Noah dit aan te kaarten, nu het juist steeds wat beter gaat tussen hun? Dit is eigenlijk een beetje de grote lijnen wat ik over deel 1 van het boek kan vertellen. In deel 2 en deel 3 gebeuren nog veel meer dingen. Maar die zal ik je weer gaan vertellen in de volgende boekreview video. Want dit was het laatste boek wat ik heb gelezen in december. Dan waren dit weer alle boeken die ik heb gelezen in december. Ik vond het wel weer stuk voor stuk hele mooie boeken. En ik vind het jammer dat ik door sommige boeken alweer heen ben. Zoals ik heb wel heel erg genoten van de boeken van Kendall Ryan. Het las makkelijk weg. Er zat ook humor in. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ik ben wel heel blij dat ik dat er ook van de boeken van E.L. Todd toch nog een paar delen verschijnen. En ik... Ja, kijk gewoon alweer uit naar eventuele volgende delen die gaan verschijnen. Ik ben benieuwd of jij wel eens een van deze boeken hebt gelezen. En of je misschien van plan bent om deze te lezen. Of dat het je categorie totaal niet is. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!